Ik heb wel eens een pizza besteld en dan achteraf gebeld dat ik de pizza niet heb gekregen. En dan een gratis nieuwe pizza gekregen en een gratis drankje erbij. We doen allemaal wel iets waar we eigenlijk liever niet voor willen uitkomen. Maar wat doe je dan stiekem? Doe ik even geen uitspraak over. Een stiekem vriendje met mijn vriendin. Ja, ergens stiekem onder in een flat. Wat doe jij stiekem op je werk? Aan mijn neus eten. Ja, wat doe ik stiekem op mijn werk? Doe ik stiekem op mijn werk? Ik ben gewoon een eerlijke jongen. Naar mooie vrouwen kijken. Kijken mag toch altijd nog wel? Is het MeToo dan met kijken? Er zijn mannen die houden van auto's en ik hou van vrouwen. Simpel. Heb je iets waarvoor je je eigenlijk een beetje schaamt, stiekem? Ik heb een hele vervelende lach af en toe, maar daar schaam ik me niet voor. Maar ik kan me voorstellen dat mensen plaatsvervangende schaamte krijgen. Ik doe trouwens wel, als ik 3 biertjes op heb, dan jat ik wel dingen mee van de kroeg naar huis of van een restaurant naar huis. Dat doe ik wel. Ik heb wel eens een onderbroek met poep in een Peter Pannenhuis verstopt. Van Playmobil. Wc-bordjes, kaarsen, kandelaars, glazen. Onzin dingen. Nou, ik vertel het toch, dan is het niet meer stiekem. Thuis in de schuur, dan plak ik het op de muur wat ik allemaal meeneem. Ja. Waarom zou je? Uit de hand gelopen hobby. Ja, doet niemand dat? Ik had ook een buks een keer. En dan was ik met die buks ook schieten op een flesje. En die kreeg een vrouw in de tuin in de arm. Ja, ik ga dadelijk weer 3 biertjes drinken. Ik denk dat ik over 2 uur weer met zo'n bordje in de zak loop. Nee, ik ben niet zo'n stiekem jongen. Ik ben een tamelijk open boek. Geen stiekem begluiperd? Zeker geen stiekem begluiperd, nee. Jij wel volgens mij. Ja, shit. Nu weet de hele wereld het.